Hey, het is vandaag zaterdag. Misschien ben je nu lekker uitgeslapen, ik hoop het voor je. Het is alweer dag 21 in de motivatiemaand, dus het begint op te schieten. Ik hoop dat je nog steeds met je doelen bezig bent, wat het ook is. Al wil je afvallen, stoppen met roken, gezonder eten, minder alcohol, efficiënter werken, wat het ook is. Meer je dromen achterna gaan. Ik hoop dat je er nog steeds mee bezig bent. Hou het warm, want juist nu is echt de tijd dat de meeste mensen afhaken. De meeste mensen houden hun goede voornemens of hun nieuwe doelen voor een nieuw jaar maar 2 weken vol. Dus ik mag hopen dat als je nu kijkt, dat jij niet bij die mensen hoort. I really hope so. En we focussen ons hier natuurlijk vooral op onszelf. Hoe we beter met onze doelen om kunnen gaan, hoe we positiever kunnen zijn. Maar laten we ons ook eens focussen op de ander. Want als ik geluksonderzoeker of professor Sonja Liu-Bermisky mag geloven. Ze heeft een boek geschreven, 12 Myths of Happiness. Ik kan het nu even niet vinden, maar ik heb wel iets gequote van haar. Ze zegt, ze heeft een hele hoop punten ontdekt waar we gelukkiger van worden. Maar de top 3 is het cultiveren van optimisme. Nou, daar hebben we het al best wel vaak over gehad. Dus positiviteit. Werken aan spiritualiteit en aan bewustzijn. Hè? Aan je intuïtie vergroten. En sterke connecties met anderen. Bijna alle geluksonderzoeken gaan altijd over dat we het meest gelukkig worden van connecties met anderen. Als je mij vraagt, is het misschien ook wel tijd voor een beetje een nieuw tijdperk waarin we meer dat gaan waarderen. Want we zijn natuurlijk heel erg met onszelf bezig. En ik geloof ook dat als je bij jezelf alles op een rijtje hebt en je bent een positief mens, dan ga je daarmee natuurlijk ook een bepaalde vibe uitstralen. En als jij gelukkig bent, dan straal je dat ook af op anderen. Dan ben je ook een leuker persoon om mee samen te zijn. Maar laten we eens kijken vandaag of de komende dagen, jullie en ik, of we meer kunnen geven. Welke mensen zijn er in jouw omgeving die je kunt helpen? Wat ik altijd heel erg leuk vind om te doen is toeristen helpen met de weg wijzen. Heel vaak zal je merken dat we ons best wel asociaal gedragen. Ik zie het altijd in toiletten. Als ik in een restaurant naar de wc ga, dan is het echt een zwijnenstal. Dan denk ik echt, why? Iedereen pist over de bril heen, alles ligt op de grond. Mensen flikkeren die handdoekjes maar gewoon neer. Dan denk ik, waarom? Er is ook weer een persoon die dit moet opruimen. En nou ja, het lijkt wel of we niet zo op die manier nadenken over elkaar. En hoe leuk is het als je, nou ja, sowieso als je dat netjes achterlaat. Als je niet alles op de straat gooit. Maar ook als je eens wat vaker een praatje maakt. Als je gaat shoppen met iemand die aan het werk is. Heb je een leuke werkdag? Is het druk? Op die manier verspreid je ook heel veel positiviteit. En daarmee hou je je eigen vibe, je eigen frequentie ook helemaal positief. Dus het is voor jezelf fijn, maar het is vooral ook voor anderen fijn. Gelukkige mensen hebben betere en meer banden met anderen. Dus focus je op de banden met andere mensen. Ga eens kijken welke vrienden je al heel lang niet hebt gezien of welke familieleden. Bel ze op, ga met ze skypen. Bel je opa op om uit te leggen hoe ze WhatsApp werkt of hoe Facebook werkt. Maar investeer eens echt in die ander. En het mooie is, door anderen te helpen, zie je je eigen leven vaak ook weer in een soort van perspectief. Want door bijvoorbeeld zieke mensen te helpen of door vluchtelingen te helpen, denk je ineens, nou, ik maak me wel zorgen of ik loop wel eens te klagen over dingen, maar het gaat echt nergens over vergeleken met de problemen van anderen. Dus het maakt ook dat je meer begrip krijgt voor een ander. En dat lijkt me gewoon heel erg fijn als we dat met z'n allen wat meer gaan krijgen. En ik denk dat de mensen die naar deze video kijken, de mensen die op dit kanaal geabonneerd zijn, dat jullie al best wel goed bezig zijn, want anders zouden jullie hier niet rondhangen. Maar wie weet, geef je het op die manier ook door aan wat negatievere mensen die daar niet zozeer het nut van inzien. Dat wou ik eigenlijk even tegen je zeggen. Dus ja, fijne zaterdag.